Ja, en spectaculaire bewakingsbeelden van een rampkraak nu. De daders moesten en zouden deze kluis krijgen, maar het probleem, die stond achter deze muur. Altijd al benieuwd hoe het eruit ziet als je met een shovel een tankstation binnenrijdt. U ziet het over exact 37 seconden. In Tilburg vertrekt maandag 28 april rond 4:15 ochtends een shovel bij het bedrijventerrein Vossenberg. In de buurt van de shovel is voortdurend een zwarte BMW M3. De shovel en BMW rijden een aantal kilometers zo bij elkaar, notabene langs het politiebureau, tot ze bij hun bestemming zijn. Het Avia tankstation aan de Baron van Voorst tot Voorstweg. Omdat daar een camera hangt, zien we hier wat daar in werkelijkheid gebeurde. Eerst komt de BMW langs de zijmuur van het tankstation gereden. Er stappen twee mannen uit. En let op de shovel. Die stopt niet. Ook binnen is de klap te zien. De mannen uit de BMW rennen meteen naar de kluis in het puin. En dan blijkt dat de muur een kleiner probleem was dan de kluis zelf. Die weegt 300 kilo. Buiten zien we dan voor het eerst de shovelchauffeur. Die had voor de zekerheid alvast een veiligheidshelm op. Ze hebben zijn spierkracht hard nodig om het gevaarte in de auto te krijgen. Het kostte een volle minuut, kostbare tijd als alle alarmen zijn afgegaan. En zelfs dan kunnen ze niet meteen weg. De kluis steekt blijkbaar uit. En pas dan kunnen de drie vluchten. Met de BMW schieten ze de Baron van Voorst tot Voorstweg daar in Tilburg weer op. Ja, u ziet hier de ravage die daar in Tilburg achterbleef. Nou, dit zijn natuurlijk geen beginnende criminelen. De kans is groot dat ze weer wat gaan proberen. Want in de kluis zat niet de jackpot waar ze op hoopten. Er zat maar een paar honderd euro in en dan ook nog vooral in munten. Wie kan er meer vertellen over de mannen? Hier zien we eerst de bijrijder van de BMW. Hij is wat gezet. Onder zijn glimmende jack kwam nog iets blauws uit. Mogelijk draagt hij die broek met streep wel vaker. De bestuurder van de shovel had een sportjack met streep aan en droeg die rode BHV-helm. En eigenlijk is van de bestuurder van de BMW nog het meest te zien. Een gedeelte van zijn waarschijnlijk blanke gezicht. Dan de BMW waarin de mannen rijden. Die is nog altijd zoek. Waar is die snelle auto sinds 28 april? Als u hem heeft gezien, bel. Die BMW is overigens niet van de daders. Hij werd 10 april gestolen uit een parkeergarage aan de Kempenaarsplaats in Tilburg. De originele kentekenplaten 5SJV88 vervingen de daders door de kentekenplaten 33ZLLF, die ze 2 dagen later op het cenakel afhaalden van een andere BMW. En de shovel? Ook gestolen. Dat gebeurt op vrijdag 25 april. 3 dagen voor de ramkraak, bij een bedrijf aan het hei-einde op industrieterrein Vossenberg. De shovel is waarschijnlijk in de tussentijd gestald in deze leegstaande loods aan de Selenakker op datzelfde industrieterrein. En op al deze plekken kunnen de daders gezien zijn. Neem natuurlijk ook contact op met onze tiplijn in de studio als u iets heeft gezien van de ramkraak zelf. Dan hebben we nog 1 spoor. De politie ontdekte een week na die ramkraak dat de shovel in die loods aan de Selenakker heeft gestaan. En daar stond toen nog een gestolen auto. Dat was deze BMW 550i Station. Die was op 1 mei gestolen bij een autohandel in Volkel. En aan de kilometerstand in de inhoud van de tank blijkt dat er met die auto is getankt nadat die is gestolen. En dat is dus mogelijk door de daders van de ramkraak gedaan. We weten het is lastig, maar het is niet onmogelijk. Iemand herinnert zich hopelijk die auto en wie daarbij was bij een tankstation. Belangrijkste vraag, deze man, deze ramkraak in Tilburg, wie weet meer?